Goedemorgen, middag, avond, nacht, Bright Suns en Rising Moons. En welkom bij deze speciale versie, een bonusaflevering van de Star Wars podcast. Want ik wil het nog even met jullie over iets hebben. En dat is natuurlijk de release van Star Wars Dark Forces Remastered. We hebben het er in de podcast al even over gehad, maar ik dacht ik wil toch nog even wat dieper ingaan op wat deze game zo speciaal maakt en waarom het zo belangrijk is geweest in de geschiedenis van Star Wars gaming. En daarvoor moeten we ver terug in de tijd, want lang, lang geleden, ver voordat Quinten geboren werd of zelfs nog maar een gedachte was bij zijn ouders, ik heb het nu over 1993, verscheen het spel Doom. En Doom was echt revolutionair, want in die tijd 3D-shooters, ik bedoel nu zijn ze zo normaal als wat, maar in die tijd, we hadden Wolfenstein 3D en dat was het zo'n beetje. Het was revolutionair hoe snel Doom was, hoe mooi Doom was, maar vooral ook hoe grof en hard Doom was. En ja, die game werd succesvol. Dus iedereen wilde ineens een Doom-kloon maken. En shooters werden in het begin ook gewoon Doom-klonen genoemd. De meeste daarvan waren echter wel slechte imitaties, makkelijk in elkaar gezet. In hoeverre het makkelijk was om in die tijd natuurlijk 3D-games te maken. Maar ze wisten eigenlijk nooit Doom te evenaren. Het was puur, we lijken op Doom, dus we hopen ook de cijfers van Doom te kunnen halen. En dat lukte nooit. Toch, waar heel veel ontwikkelaars faalden, was er een ontwikkelaar die behoorlijk slaagde in het kopiëren van Doom. En dat was LucasArts. Want in 1995 verscheen Star Wars Dark Forces. En het was niet alleen een kloon van Doom in een Star Wars jasje. Wat, ja, dat was natuurlijk heel makkelijk geweest, want dat zou het toch wel verkopen in die tijd. Het was een game die het genre op meerdere manieren kon laten evolueren. Het deed meer dan wat Doom deed. En dat was tof, want het bracht nieuwe dingen naar het genre. Wat al die andere klonen niet deden, deed Dark Forces wel. Zo bracht het bijvoorbeeld een cinematografisch narratief. En een verhaal in een game, ja, dat is normaal tegenwoordig. Maar vroeger was het niet meer dan, jij bent deze persoon, dit zijn je vijanden, go. Maar Dark Forces bracht echt een verhaal en het sleepte je mee in het Star Wars universum. En in 1995 was dat wel even, ja, echt iets nieuws. En mensen speelden de game ook echt voor het verhaal. Het zette ook daardoor gewoon een hele nieuwe standaard voor hoe levels opgebouwd konden worden op het gebied van graphics en audio. Het maakte gewoon stappen ten opzichte van dat wat Doom deed. En je kunt daarom ook wel stellen dat Dark Forces eigenlijk gewoon Doom overtrof op alle vlakken. En natuurlijk, Doom is veel bekender en populairder omdat het eigenlijk de grondlegger was van het genre zoals we dat nu kennen. Als we Wolfenstein even buiten beschouwing laten. Maar Dark Forces ging echt, ja, die ging gewoon verder. Waar Doom leerde lopen, kon Dark Forces rennen. En omdat het dus belangrijk is om onze geschiedenis, onze gamegeschiedenis in stand te houden, is het nu aan Night Dive om deze game dus in een remasterde versie naar de PC te brengen. De Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, de Xbox One, Xbox Series S en Xbox Series X. Dus eigenlijk heb je gewoon geen excuus meer om deze game niet te spelen. Het is dan ook de perfecte studio om deze game opnieuw uit te brengen, want Night Dive staat bekend van eerdere remakes en remasters die ze uit hebben gebracht en die zijn alle heel goed bevallen. Misschien heb je wel System Shock gespeeld of de nieuwe uitgave van Quake 2 of Turok 3 of Blade Runner. En ook hier weet de studio precies Dark Forces weer op een perfecte manier naar een nieuwe generatie te halen. Want niet alleen brengt de studio de oude game naar nieuwe systemen, maar er zijn ook wat verbeteringen doorgevoerd, waardoor de game beter speelbaar is geworden voor het publiek wat, ja, geen nostalgische gevoelens aan de game heeft. En bijvoorbeeld voor zo iemand als Quinten, die dus inderdaad die nostalgische gevoelens niet heeft bij dit spel omdat hij letterlijk nog niet geboren was, zou het ervoor kunnen zorgen dat de game dus alsnog gewoon gespeeld kan worden, zonder dat je je ergert aan dat het echt een game van, ja, behoorlijk wat jaren geleden is. En dit doet Night Dive door het gebruik van een eigen Kex engine. En die is voor deze remaster aangepast aan de oorspronkelijke Jedi engine die het originele spel had. Deze remaster heeft daardoor een flinke verbetering gekregen in resolutie en framerate. Want, ja, ik bedoel, het is een spel dat gewoon op 4K speelt met 120 frames per seconde. Dat deed hij natuurlijk niet in 1995. Want ja, 4K, dat kenden we toen nog niet eens. Je mocht blij zijn als je 640 bij 480 kon spelen natuurlijk. Dat is dus wel echt een flinke upgrade qua beeld en visuals wanneer je speelt. En een ding wat ook wel interessant is, het spel is nu in breed beeld te spelen. Vroeger waren onze beeldschermen waren bijna vierkant. En tegenwoordig hebben we een breed scherm. Dus Night Dive heeft er alles aan gedaan om ook dat brede scherm te ondersteunen. Dat we niet van die lelijke zwarte balken naast ons scherm krijgen. En dat is echt een heel groot pluspunt. Dat zou je bijna vergeten. Maar het is echt een heel groot pluspunt. En voor velen was dit misschien al genoeg geweest voor een remaster. Maar Night Dive heeft veel meer werk geleverd dan dat. Ze hebben alle resolutieverbetering ook in de assets doorgevoerd. Dus dat betekent elk plaatje, elke pixel is eigenlijk een soort van opnieuw ontworpen om op een hogere resolutie op jouw scherm te kunnen toveren.
En daardoor ziet alles er gewoon veel scherper, echt heel veel scherper uit, dan dat het ooit deed. De belichting is aangepast, waardoor het veel realistischer is, veel beter oogt. En ja, er is natuurlijk ook een optie om, zoals ook recentelijk in de Tomb Raider remaster, om tussen render modi te schakelen, waardoor je dus kunt kiezen tussen software render en een hardware render. En dan kun je even het verschil zien met hoe het ooit was. Je kunt ook zelfs de hogere resolutie assets aan en uitzetten als je zoiets hebt van ik wil eens kijken hoe dat eruit gaat zien. Al heb ik persoonlijk gewoon de game uitgespeeld op de meest hoog haalbare graphics die je kon hebben, want ja, die oude game heb ik toen al gespeeld en ik wilde vooral het nieuwe even evenaren natuurlijk. Wat ik bij de Tomb Raider remaster recentelijk heel jammer vond, was dat de cinematics niet geremasterd waren. Die waren nog steeds in die oude PlayStation 1 graphics, die waren nog steeds klein op het beeld. Je zag dat daar nog wat haperingen waren van de technologie van toen en gelukkig heeft Night Dive dat hier niet gedaan. De cinematics, die zijn ook allemaal geremasterd. En dat zie je meteen, want die zien niet alleen scherper uit, maar ook gedetailleerder dan ooit. Dus personages komen meer tot leven op je scherm. Darth Vader oogt, ja, gewoon zoals Darth Vader hoort de ogen. En dat deed hij vroeger natuurlijk ook al, maar nu is hij ja toch een beetje imposanter, omdat hij gewoon veel scherper op je beeld staat, veel groter op je beeld staat. En de muziek is opnieuw geremasterd. En dat is heel cool, want we hadden ooit dit. En nu klinkt dat dus zo. En dat klinkt toch net even wat lekkerder, toch? Ja, dat dacht ik dus ook. Maar ondanks alles is het beste wat Night Dive hier doet het feit dat de game, hoewel die visueel natuurlijk flinke upgrade is, nog steeds voelt als die originele game uit 1995. En dat is knap. Maar dat is ook misschien wel het zwaktepunt van de game. Want vergeet niet dat ook al ziet de game er supersterk uit en grafisch heel strak, het is nog wel steeds een spel uit 1995. Nou, door felle gevechten te hebben geleverd zijn de rebellen achter de plannen van de Death Star gekomen. Ja, Rogue One bestond natuurlijk nog niet, dus dit was eigenlijk de originele Rogue One. En de Death Star was natuurlijk een wapen dat krachtig genoeg was om een planeet op te blazen. En omdat het niet lukte om deze plannen in handen te krijgen, moesten de rebellen Cal Katarn inhuren. En gewapend met een blaster en kennis van zaken, infiltreert Katarn de basis waar de plannen bewaard worden. Jawel, level 1 van Dark Forces, jij gaat de Death Star plannen dus stelen. Vergeet Jyn Erso, het is Cal Katarn die de plannen stelt. En als hem is het natuurlijk ook jouw taak om je door 14 lange levels te banen en elke gevarieerde omgeving. Dus je gaat bijvoorbeeld naar de fabrieken van de Imperials, je gaat naar een basis, je gaat naar rioolstelsels. Het is 1995, dus de omgevingen zijn divers en de puzzels zijn vrij lastig. Het zijn overal doolhoven en jij moet je weg er doorheen zien te vinden. Ja, games waren vroeger gewoon net een tandje moeilijker dan dat ze nu zijn. Sorry, dat is gewoon zo. Het is dan ook af en toe best lastig om te navigeren in deze levels, want ja, we zijn nu natuurlijk gewend aan waypoints en missie objectives die precies op het beeld laten zien waar je naartoe moet. Dat was in die tijd niet. Het is gewoon, hier heb je je missie, zoek het uit. En dat is lastig. En ik merkte ook dat ik dat lastig vond, ook al heb ik de game meerdere keren uitgespeeld toen ik jong was. Het is gewoon even terugschakelen. En ik ben benieuwd hoe de generatie van nu, die dus de Fortnite-generatie, die altijd in beeld heeft staan waar ze naartoe moeten, hoe ze iets moeten doen, hoe die met een game als Dark Forces omgaan. Want het is toch wel even terugschakelen. Het is lastig, maar aan de andere kant, het zorgt ook wel voor dat je creatiever aan de slag gaat met het spel. Want er wordt niks voorgekouden, zoek het maar uit. En ook daar merk je dat dit spel een originele Doom-kloon is. Want je gaat dus keycards zoeken om deuren te openen. Dat deed je in Doom ook en in Dark Forces doe je dat dus ook. Dus een deur is dicht, heb jij de juiste keycard, dan gaat die open. Maar waar is die keycard? Ja, geen idee. Eén van je vijanden zal hem wel dragen en zoek eerst die vijand maar en daarna krijg je dus die keycard. En stel je voor je hebt een blauwe deur, dan heb je een blauwe keycard nodig. Klinkt logisch. Maar na heel veel zoeken vind je een rode keycard. Sta je daar bij die blauwe deur. Die gaat dus niet open. Maar het tweede probleem is, er is dus ook nog ergens een rode deur. Ja, ga maar op zoek. Ga nog maar een keer teruglopen. Ga nog maar een keer alle gangen door waar je bent geweest. En dat klinkt frustrerend en irritant, maar dat is het niet. En mensen van mijn generatie, ja, die weten niet beter. Dit was hoe gaming was toen wij jong waren. Je kon niet zomaar door elke deur en elke sleutel zomaar vinden en overal stond waar je wat moest doen. Het zorgt gewoon voor dat je net wat anders met het spel omgaat en dat is leuk. Ik hoop ook echt dat mensen niet gaat afschrikken. Want zoals ik net al zei, die Fortnite-generatie, de gamers van nu, de jonge kinderen die nu beginnen met gamen,
die zijn dit niet gewend. Dus misschien is het slim om dit met je kind samen te gaan spelen. Misschien ook wel leuk om een soort Star Wars bonding moment te hebben met je jonge kinderen. Om te laten zien van, hey, dit speelde papa en mama toen ze klein waren. Dit was Rogue One toen wij klein waren. En dit was het enige Star Wars wat we hadden op het moment dat Star Wars eigenlijk niet echt in de picture was. Dark Forces bracht Star Wars op een spectaculaire manier terug. Maar ik kan beseffen dat echt niet iedereen deze remaster gaat waarderen. En dat is logisch. De generatie van nu die waarbij alles snel gaat en uitgelegd moet worden. En ze hebben natuurlijk ook, ja, misschien wel door TikTok en dat soort dingen, een concentratiespanne van 4 seconden. Ja, dat zal misschien niet altijd de beste mix zijn. En dat is jammer, maar ik snap het. Maar toch zou ik zeggen, geef het een kans. Want onder al deze oude spelmechanieken is Dark Forces nog steeds een hele, hele interessante, toffe game waarin Cal Katarn de plannen voor de Death Star steelt, ver voordat Jyn Erso dat deed. Dark Forces Remastered is de definitieve versie van een fantastische game en ik hoop dus ook echt oprecht dat nu deze game opnieuw verschenen is en we binnenkort natuurlijk ook de Battlefront Collection gaan krijgen waarin de oude delen uit deze serie terug te vinden zijn, Lucasfilm Games meer uit de oude catalogus opnieuw uit gaat brengen. Want niet alleen voor het behoud van de geschiedenis van de games en het zorgen dat we deze games nog steeds kunnen spelen op een makkelijke manier, maar ook om te laten zien waar we allemaal vandaan komen, waar Star Wars is geweest om te komen waar we nu zijn. Want zonder Dark Forces hadden we nu nooit een Star Wars Jedi Survivor gehad. Zo simpel is het gewoon.